I am ready for the maze. Hallo, dit is de OBS Jan Lichthart. We staan hier op het schoolplein van de OBS Jan Lichthart. Wij gaan jullie even de school laten zien. Nu gaan we naar de computers. Die gaan we jullie even laten zien. Dit is de computerzaal van de OBS Jan Lichthart. Nu boven naar het handarbeidlokaal. Dit is het handarbeidlokaal. Dit is de gymzaal. Hier gaan straks de kleuters klimmen en klauteren. Hoi, ik sta hier naast Esmee. Esmee, op welke school heb je gezeten? De OBS School Neda in Overschild. Waarom moest je van die school af? Nou, die school ging dicht, omdat er te weinig kinderen op zaten. Dankjewel voor dit interview. Hallo, dit is meester Iswan en hij is de onderdirecteur van onze school. Weet u wat krimp is en wilt u het uitleggen? Jazeker wil ik dat. Krimp betekent dat er in een dorp of in een stad steeds minder mensen komen te wonen. En als er minder kinderen komen in een stad of een dorp, dan betekent dat er ook minder kinderen op een school zitten en dat de school dus kleiner wordt. Dat is krimp. Merkt u wat van de krimp in Appingedam? Nou, wij merken hier zelf in Appingedam niet zo vreselijk veel van de krimp. Want Appingedam is een stad en daar wordt nog steeds gebouwd. Dus er komen nog steeds mensen wonen. Maar de komende jaren zal het zeker minder gaan worden. En in heel Groningen eigenlijk wordt het steeds minder. Steeds minder mensen komen en wonen. Scholen worden steeds kleiner. En ook de Jan Lichthart die hoort bij Maarland. En die scholen die worden steeds kleiner. En er wordt nu gesproken over dat ze gaan sluiten. Een aantal scholen. En daar hoort de Jan Lichthart natuurlijk niet bij. Daar hoort de Jan Lichthart niet bij. Die is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. Komen er ook meer of minder kinderen bij ons op school? Nou, de afgelopen jaren zijn wij heel erg gegroeid. En hebben we heel veel lokalen bijgebouwd gekregen. Maar in de toekomst komen er steeds meer oude mensen te wonen in Appingedam. Ja, en die hebben natuurlijk geen jonge kinderen meer. Dus waarschijnlijk gaat ook de Jan Lichthart school in de toekomst wel kleiner worden. Maar op den duur kunnen er dus ook niet meer kinderen bij, toch? Of? Nee, dan moet er inderdaad weer bijgebouwd gaan worden. En we hebben nu inderdaad 14 lokalen. Maar we zijn hier begonnen met 8 of 9 lokalen, geloof ik. Dus dan zijn er al een heleboel kinderen bijgekomen in die jaren. En woont u ook in Appingedam? En hoe lang dan? Nee, ik woon in Siddeburen, 10 kilometer verderop. Ja, dat is ook een klein dorpje en daar komen ook steeds minder kinderen wat dat betreft. Dus het is eigenlijk overal gelijk. Maar in andere delen van het land, in andere provincies, is het dan precies hetzelfde of alleen in Groningen? Nee, niet alleen in Groningen. Maar juist bijvoorbeeld in Amsterdam en in het westen, daar komen nog steeds meer jonge mensen te wonen die dus ook jonge kinderen krijgen. Maar Friesland, Groningen, Drenthe, Limburg en Noord-Brabant, Zeeland, daar wordt het echt kleiner. Dus daar is echt krimp. Overal.
Oké, bedankt voor dit interview. Graag gedaan. Dit was het filmpje van de Krimp.